Het is weer om te varen, niet? Ja, daarom heb ik hier een speciaal vouwwagen met turbineaandrijving. Varen, en als we niet kunnen kiezen, kunnen we ook nog... Ja, rijden is het niet, hè? Zweven. Ja, het is... Vliegen. Ja, zweven toch? Het is eigenlijk een hoeverkracht. Want dat staat eigenlijk in de kar. Kijk maar, als je hier kijkt. Ja, dat is snel gedaan. Wel hè, ja, ik denk, ik werk even door, daarom waren er even geen video's. Bouwen gauw even een hoeverkracht. Ja, dus... hij is goed gelukt. Het ziet er best leuk wel, uit. Hè? Doet hij het? Ja, dat geen idee. Er zitten wel spinnen in de uitlaat al. Doe maar gewoon praten dan. Oh ja. Ja, dit is eigenlijk een projectje dat we lang geleden aan bezig zijn geweest. En dan kan er wel zien dat de laag stof hier nou op ligt. Ja. Maar dat moet toch, moet toch nog een keer getest gaan worden eigenlijk. Want ja. Hij heeft het nog niet gedaan. We zullen het nooit weten. Nee, dus als je het dan ook doet. Dus we hebben hier, hebben we een motor van een wegmotor van een Kawasaki. 600 cc meen ik. Een grote ventilator. Ja, dat spreekt voor zich. En die blaast daar een deel onder in die kap. En dan gaat hieronder door die kokers. Oh ja, hier zo onder, daar gaat lucht onder en dan zou die van de grond moeten komen. Dat zou wel moeten. Dat betwijfel ik nog wel heel erg eigenlijk, maar goed, we gaan het zien. Ja, vooralsnog staat hij alleen maar op een kar. Ja, dus... ja hij komt wel van de grond af, kijk maar. Ja, dit is natuurlijk beter dan een Prius, zeg maar. Dat is een extra groene hoeverkracht. Die komt al van de grond zonder die motorstaart. Ik ben benieuwd of dit hier nou nog gaat zweven. Ja, inderdaad. Zo. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, de carburateur loopt over. Als we benzine aansluiten, dan lekt het overal naartoe. Hier zo uit. En ook niet erg zuinig met onze dure benzine. Nee, ja, ook niet. Mooi. Carburateur is eraf en even kijken. Het zal wel even vastzitten ofzo. Dat komt nooit goed. Komt nooit meer goed. Okay. Losmaken is niet moeilijk, hè. Zullen we gewoon aansteken en dan is het ook klaar. Ruim wel buiten, goed? Oh ja. Even wachten op Bert is. Ja. Carburateur is weer op de plek. Schoongemaakt. Filterkamers even uitgeblazen. En dicht. Komt geen benzine meer uit, hè, nu. Mooi. Starten. Dat hoopte dan. Ja, precies. Even testen. En ik ben een nieuwe benzinetanksteun. Mooi. Nou, de taken zijn verdeeld. Ja. Dan film ik het. En dan, gewoon kijken. En dan... Maar gaat dat bijna goed komen? Je bier omgooien. Kijk wat hij doet. Hoeveel gas geef jij? Hoeveel? Nee. Maar net een heel klein beetje. Hè? Ik heb namelijk ook nog een choke. Even geen gas geven. Ja, hij staat nou uit. Ja, gewoon starten. Luchtdichtheid kan het niet liggen, er zit genoeg tape op. De accu zal vervangen voor een kleinere. De brandstoftank hebben we maar eventjes anders gemaakt, zonder pompje. Dat scheelt ook weer, kan het gewicht straks ook weer eruit. En we hebben ook nog een gemodificeerde handgas. Dat leek ons makkelijker om hem gewoon vast te kunnen zetten. Ja, hij is wel een beetje lager geworden, hè? In de kar leek hij groter. Ja, inderdaad. En nou? Probeer. Wat lastig.
Nou, de versnelling erin. In welke versnelling moet jij eigenlijk staan? Geen idee, ik doe maar iets. Ja. Ja, we zullen dit proberen. Eentje omhoog, dan zal ze twee zijn. Ik kan een tandje bijgeven. Koppeling alweer. Dat was hem alweer. Ja. Nou, dat was een nieuwe koppeling. Dat was heel de koppeling dan. Toch veel vermogen zie je er wel. Ja. Of er schort iets anders aan uitleiding of iets anders waardoor die kapot is. Maar... Nou ja, dat is in ieder geval iets kapot alweer. Dat is gelukt.